Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur creëert een platform voor jongeren om te praten over hun emoties. In dat kader is er vandaag op het Meester J.C. de Miranda Lyceum de Mental Health serie Kinky Dinky gelanceerd. Een product van OWC in samenwerking met UNICEF. Waardeloos. Niets zit in je hoofd. Lele koe. De Janne Simter van de afdeling School Radio en TV van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat het ministerie heeft geconstateerd dat mentale gezondheid een groot probleem is onder jongeren. Daarom is besloten deze serie te ontwikkelen, bestaande uit 12 videolessen en lesbrieven. De onderwerpen van deze videolessen zijn gevarieerd. Oké, de thema's zijn... mentale gezondheid versus mentale stoornis, emoties, stigma, suïcide, seksualiteit, depressie, pesten, hersenen, de opvoeding van adolescenten, social media en eigenwaarde. Zoals je ziet, echt items waarmee de jongeren zitten. Binnen de serie Kinky Dinky is er ook een trainingstraject voor zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en decanen. Zij zullen door de psycholoog Julio Crude worden getraind in het inzetten van de lessen en hoe zaken aan te pakken als die zich in de praktijk zullen voordoen. Als nazorg zullen er terugkomdagen zijn voor de districten om ook die groep de nodige support te bieden. Crude noemt Kinky Dinky een geweldige initiatief. En het is ook heel belangrijk om te weten, als het gaat om je mentale gezondheid, dan gaat het om lekker zitten in je hoofd. Zo noem ik dat. Het lichamelijke, dat begrijpen we al goed. We weten wat we moeten doen. Maar als het gaat om het mentale, weten we misschien nog niet echt altijd hoe we met de emoties moeten omgaan. Het is niet zo tastbaar, maar het komt wel tot uiting. En voor mentale gezondheid moet je wel wat doen. Het komt niet vanzelf. En met Kinky Dinky willen wij eigenlijk aan jongeren meegeven. Wat kan je doen? Want het is makkelijk om te zeggen, je moet wat doen eraan. Of je moet wat doen ervoor. Maar wat kan je doen? Om het sociale, het emotionele en uiteindelijk plezier te hebben in het leven en weer controle te hebben over je emoties. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken erkent dat mentale gezondheid een issue is die jongeren in Suriname bezighoudt. Hij benadrukt dat mentale gezondheid niet te onderschatten is. We hebben vorig jaar samen met UNICEF en andere partners een studie gedaan. En het was toch wel schokkend om te bemerken dat zeker 51% van de ondervraagden met issues rondliep. Daarom denk ik dat het hebben van een dergelijk programma, Kinky Dinky, op de diverse scholen, toch wel heel nuttig is. Omdat het onderzoek ook had uitgewezen dat als jongeren met een issue zitten, ze veelal naar andere jongeren gaan die soms ook met issues zitten. Waardoor in plaats van een oplossing de problemen groter. Minister Henry Ory van Onderwijs erkent dat we in Suriname een lange weg te gaan hebben als het aankomt op mentale gezondheid. Hij geeft aan dat de overheid nu de signalen die zij oppakt in de samenleving een serieuze plek zal geven. We zijn erg blij dat wij partnerschappen hebben kunnen smeden om nu een issue toch wel dus in de samenleving op te pakken. En het begint dus bij twee belangrijke doelgroepen, VOJ en de VOS-scholen. En het is goed dat ik hoor dat we echt ook de districten heel... De cijfers en de zaken die je om je heen hoort, toch wel heel veel zorgen baren richting ouders, grootouders, de samenleving, maar ook het ministerie wordt met heel veel... natuurlijk van tijd tot tijd opgezadeld. De onderwijsminister benadrukt dat de focus nu gericht is op informatieuitwisseling, zodat de bewustwording over mentale gezondheid op gang komt.